Nou, we hebben net even lekker ontbeten en warm aangepakt, want het is best wel koud buiten hier in Brugge. En wij zijn klaar om te gaan shinen in Brugge. We gaan leuke dingen doen. We hebben de plattegrond gezien en we gaan naar de... Chocoladefabriek? Nee, we gaan niet naar de chocoladefabriek. We gaan naar het chocolademuseum en we gaan een rondvaart doen. En we gaan voor de rest kijken wat voor leuke winkeltjes ze hebben hier zo. Ja, het zag in ieder geval allemaal heel leuk uit. Let's go! Let's go! Echt super jammer dat het zo slecht weer is. Want we hebben nu dus ergens een lunchtentje gevonden. Wat er gewoon super leuk uitziet, maar wel als het mooi weer is. Ik voel me echt een toerist. Dan moet je kijken achter ons. Dit is Brugge, man. Super klein, net als dat wij zijn. Ik ga je met zo'n leuk trappetje naar beneden. En dan daar aan het water of zo. Heb je gewoon een terras, lounge, ziet er super gezellig uit. Maar ja, het regent, gaat hem niet worden. Wil je door de passage? In de passage hebben we echt een heel leuk winkeltje gevonden met allerlei badzout en bruisballen. Mijn vader vindt het heerlijk om in bad te gaan, dus ik kan hier mooi allerlei dingetjes voor hem kopen. En voor de mensen die Vampire Diaries kijken, kijk eens. Verbeen. Waar vampieren niet tegen kunnen. En hij ruikt echt super lekker. In zijn element. Aan babybedjes zit hij te trekken en te duwen en hij zit hier aan alles te ruiken. Welke is dat? Oh, musk. Tabakko. Wow, deze ruikt naar Jack Daniels. Wat is tabakko? Oh ja, Havana tabakko. Ja, het ruikt naar Jack Daniels, het ruikt naar whisky. Bij Dominique Persona. Deze ijsbeer is dus gewoon van chocola gemaakt. En hier is het dus... Oh, kijk nou! En deze is dus gewoon bezig met een ijsbeer te maken. Hoeveel zal dit kosten als je zo'n ijsbeer koopt? Veel geld. Keuze aan chocola, jongens, hier is echt gewoon bizar. Hoe kan het dat al die Belgen gewoon niet dik zijn? Als er zoveel chocola te verkrijgen is. Het is echt niet normaal. Ik zou niet eens weten wat voor chocola ik moet uitzoeken tussen alle keuzes uit chocola. Niet normaal. Echt niet normaal. Hey baby, I take you to the candy shop. Ja, in Amsterdam denk je aan hele andere dingen bij dit soort kleurtjes. We zijn zojuist in het chocolademuseum. En boven ons zie je gewoon een soort van fontein van chocolade. Kijk. Oh.
Strand is allemaal chocolade aan de boven. Naar beneden eigenlijk. Het vervoer. Allee. Een groot Hier. Ik zie een groot paas ei. 120 kilo. Wat de fok. Hé, hey, je bent een chocolaatje. Oh, je kan hier ook nog wel. Oh, je bent een grote chocolaatje. Deze deur is speciaal voor ons gemaakt. Ons formaat, weet je. Je lijkt super groot nu. Super jammer dat niet alles wat je ziet van chocola is. Waarom is deze vent niet van chocola? Dit is allemaal chocola of niet? Ja, dit is echt van chocola gemaakt. Dus daarom mag je dit niet aanraken. Zijn die allemaal van chocola? Ja, die beelden ook. Kijk, de glazen kat. Ah ja. Puss in Boots. Kom op bezoek bij Baba Papa. Zal deze ook van chocola gemaakt zijn? Ja. Nou, dit is wel knap hoor. Je zou het maar op moeten eten allemaal. Nou, ik denk dat je bij de tenen al klaar bent. Ik vond het best wel interessant om te zien. Dat was het Chocolate Museum. Wij hebben wel wat dingetjes geleerd. Dat, onder andere donkere chocola. Puur dus. Bestaat voor? Nou, is gewoon een stuk beter voor je, want die bestaat ongeveer voor een kwart uit suiker. En melk en witte chocola? Ja, gewoon voor 45%. Dus bestaat bijna de helft van wat er qua ingrediënten in zit. Aan suiker. En in puur zit natuurlijk geen melkpoeder. Dus dat is waarschijnlijk ook de reden waarom ik puur niet lekker vind. Maar pure chocola is dus gewoon een stuk gezonder voor je. En, of eigenlijk gewoon minder slecht voor je. En daarnaast weten we dus dat chocola ook allerlei ingrediënten bevat die helpen te ontspannen. Nou, weer wat geleerd. Ja, doe maar. Ja. Ik was met mijn broek. Met een heel terras vol met mensen. Check dit. Oh, allemaal mensen. Ik heb het gefilmd. Ik had je gefilmd. Ja. Oh man. Ah. Oké. Ik wil heel graag een bootexcursie doen, maar veel wilt niet. Kijk nou hoe leuk. Dit is toch leuk? Jongen, weet je hoe koud het is nu? Het is ook vet koud op het water en zo. Leuk. We doen even opnieuw. Ik wil een foto. Ja, je maakt maar een screenshot ervan. Zo, we hebben lekker gegeten. Phil heeft me gewoon serieus een sangria laten atten. Laten atten? Oh, mensen. Maar echt. Ik drink nooit meer alcohol. Ja, het is gewoon naar mijn hoofd gestegen. Een beetje, jongens. We zitten op avond nummer 2 hier in Brugge. We gaan gewoon in plaats van nog de stad in en we zijn kindloos, weet je. Dus in plaats van dat we nog de stad in gaan, kunnen we ook gewoon nog eventjes gewoon lekker op tijd naar het hotel gaan. En op tijd naar bed. En even niet dat gehuil van die kinderen om ons heen. En veel je bent uit oude hoeren. Oké, ik weet het. Het was gewoon een gezellige avond in het restaurant. Ja. En wij gaan onze hotelkamer nu opzoeken. Morgenochtend laten we weer nog even die lift in de garage zien, hoe we eruit rijden. Nou, heel spannend allemaal. En dat was echt tricky. Oké, jongens, wij hebben het in ieder geval prima naar ons zin hier. En wij gaan nog eventjes genieten van onze laatste avond als single parent. Nee, niet single parent, maar als ouderloze kinderen. Ouderloze kinderen? Nee, dat is andersom. Volgens mij heb jij kindloze ouders op dit moment. Tijdelijk natuurlijk, weet je. Want ja, we zien de kids natuurlijk morgen weer. Jullie denken echt, wat zit hier allemaal slap te praten, jong. Het is ook super fijn vlog hier. In alle drukte. Het maakt niet uit, weet je. We zien ze toch niet meer terug. En je bent een toerist, weet je. Dan mag het. Ook al verstaan ze hier, het maakt niet uit. Nee hoor, ik praat af en toe gewoon Engels. Je parle français. Un petit peu. Je ne sais pas. Minota Combrande, dat is een heel andere taal. Wat?
Wat zo? Minato comprende. Dat is een heel andere taal. Dat begint gewoon even Spaans of papje mensen te praten. Nou goed, we gaan naar binnen. Doei! Doei. Maakt ook niet uit. Oké. Oh, ik kan slapen. Nou, wij zijn aangekomen bij de auto. Phil was eventjes bang dat hij dat zijn auto verzet was. Dat iemand anders in zijn auto had gereden. Is gelukkig niet gebeurd. Nee, is goed gekomen. Wij gaan onderweg naar huis. We hebben dus uitgecheckt. Ik heb een heel leuk weekend gehad. En het was gewoon mijn eerste keer dat ik weg was zonder de kinderen. Voor jou was het echt de eerste keer weg? Ja, echt de allereerste keer. En ik moet zeggen, tuurlijk heb ik wel aan ze gedacht. Maar ik heb ze niet echt heel erg gemist of zo. Want ik weet dat ze in goede handen zijn. Klinkt wel echt heel cru. Het klinkt heel cru, maar ik bedoel, tuurlijk missen ze wel. Maar het is niet dat ik dacht, oh, ik wil naar huis. En zoals waarschijnlijk is, heel veel ouders zullen hebben bij de eerste keer. Maar het is niet dat we een week lang weg zijn. Hè? Het is alleen een weekendje. Het is inderdaad anders. Het is niet, we hadden misschien verwacht dat we ze echt heel erg zouden missen. Van, oh, dat je continu eigenlijk zoiets had van, ik wil naar huis. Ja. Maar het was gewoon goed zo. Twee nachtjes, eventjes in het buitenland. Nou, België dan, weet je. Het is buitenland, het is niet super ver van huis. Nee. En dat allemaal bij elkaar, ik denk dat dat het gewoon is. Waardoor je dan gewoon zoiets hebt van, oké, het is goed zo, weet je. Je bent niet naar Amerika of zo. Nee, ik denk precies. Dat je dat dan wel heel erg zou hebben van, oh, ik mis de kids. Dus, Ja, je bent nu bij wijze van naast de deur. Als er iets is, zou je zo naar huis kunnen rijden. Dus ik heb inderdaad wel echt samen echt genoten. Want eigenlijk is dit echt onze allereerste keer samen. Want in Tilburg was ik al zwanger. Dus toen hadden we al de drie baby's bij ons. Maar het is vooral onze eerste keer samen naar het buitenland. Ja, inderdaad. We waren nog nooit in onze relatie met z'n tweeën naar het buitenland geweest. We waren natuurlijk wel windsport geweest met vrienden en zo. Maar niet met z'n tweeën eventjes lekker de hort op. Nee. Dus we gaan nu nog de parkeergarage uitdaging aan. Ja, en we zouden jullie nog de autolift laten zien. Wauw, dit is echt. Kijk in de spiegel. Kantje boord. Alle toeters en bellen gaan af, moet je kijken joh. Echt hè? Het was een centimeter daar of zo hè? Echt. Gaan we omhoog? Oh? Ja. Gaan we omhoog. Oh, dit voelt zo raar hè? Op de heenweg moesten we dus aan de hand van die pijltjes je auto in evenwicht zetten op de lift. Ja. Ja, dat is dus niet zo. Dat gebeurt er dus. Als je de lift uitkomt, dan denkt iemand anders erin te kunnen. Jee, we zijn buiten. Jee. Bon voyage. Doei.